Jij bent van de week geweest. Hè? Je hebt die meneer Lokhorst ook wat vragen gesteld. Ook onder andere over of die evaluatie van het EK nu echt meegespeeld heeft. Hè? Toch? En daar reageerde hij als volgt op. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. En we hebben daar ook een aantal conclusies getrokken hoe wij met elkaar verder moeten. En dan denk ik vooral aan de opbouw van ons Nederlands elftal. En de samenwerking met de technische staf richting zeg maar de EK of de kwalificatie van de WK. En hoe moeten we verder? Nou, wij moeten nu alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Het is wel een statement. Ja, natuurlijk. Hè. Even gewoon deze. Even dat statement even. Want hij bedoelt het echt serieus, hoor. Alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Maar René, hoe is het dan mogelijk? Een man die zijn opleiding heeft aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Ja. Die bij een ontbijtkoekfabriek gewerkt heeft. En dat is nu de hoogste baas in het Nederlands voetbal. En die mag de hele KNVB met alle leden voor lul zetten door dit soort onzin uit te slaan. Ja, nee, dat kan niet. Die heeft drie keer... Waar komt hij vandaan? Wat bedoel je? Ja, waar woont hij? Ja. Nee, ja, waarschijnlijk in de stad heeft hij daar drie keer het kampioenschap koekappen. Heeft hij gewonnen. Maar voor dit was toch gewoon... Dit is toch bezopen? Ja, ik zit dan bij die...